Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo lieve mensen, welkom op mijn kanaal. Ik zou zeggen veel kijkplezier. Vandaag ga ik jullie echt leren hoe je sardine moet bakken. Natuurlijk weet iedereen hoe je sardine moet bakken. Maar ik heb een ander trucje. Dat het zo lekker is. Heel lekker sardine. Ga ik jullie leren hoe dat jullie moet maken. En simpel ook hoor. Kijk, in een blik sardine zet ik niet, moet je niet veel uien zetten. Anders, weet je waarom? Dan wordt de sardine zoetig. En dat is niet lekker. Trouwens, ik vind het niet lekker. Dan zet ik een halve uien. En die ga ik straks lekker bakken. Een beetje goudbruin. En dan ga ik mijn sardine lekker koken. Dan heb ik hier 3 teentjes knoflook. Verse knoflook. Die ga ik hem heel fijn snijden. Ja. Dan ga je leren om nog lekkerder een sardine te maken. En dat ga ik. Ik weet dat jullie ook kunnen snijden, lieve mensen. Maar ik doe het gewoon. Omdat ik het leuk vind. Kijk, dan ga ik 2 peper zetten erin. 2 rode peper. En weet je waarom ik rood peper gebruik? Als je rode peper eet, gebruik, heb je geen last van je darmen. Maar als je gele peper eet, Ajuma, dan krijg je buikpijn. Dan heb je last van je darmen. Behalve mijn dampje net hoor. Maar Ajuma peper, gele, die geef je echt ongeluk in je darmen. Vandaar dat ik altijd rode peper gebruik. Lieve kijkers, moeten jullie proberen. Mensen die stoelgangproblemen hebben na het peper eten, dan moet je weten dat het door de gele peper is gekomen. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Dit is mijn lekkere sardine, makreel. Deze vind ik heerlijk. Dit koop ik op de markt. Zie je? Dat heet makreel. Rode blik, hè? Niet die groene. Die groene vind ik niet zo lekker. En dan ga ik hem mooi snijden. Dan ga ik jullie leren hoor, lieve mensen. Goed opletten wat ik doe. Het is een truc. Om vis of sardine te bakken. Kijk, de sardine heeft jus. Tomatenjus. En de jus ga ik overgieten in een bord. Dit ga ik niet bakken samen met de vis, nee. Dan ga ik jullie straks zeggen waarom niet. Ik laat al die jus gieten. Zo. Dan zet ik hem apart. En dan ga ik mijn olie in de pan zetten. Lekker om te hitten. Mijn olie is al heet. En dan gaat mijn uienknoflook erin. Dan ga ik hem bakken. Kijk, als je sardine bakt, mag wel een beetje extra olie, om de olie niet op te eten. Weet je, je mag het uitschieten, maar als je een beetje met extra olie bakt, dan is het altijd nog lekkerder. Dan gaat het niet vis goed bakken, weet je, daarom.
even ietsje bruin bakken. En dan gaan we de fris erin zetten. En dan ga ik mijn zout erin bakken. Zie je? Dan ga ik mijn zout lekker bakken. Altijd, hè, als je de knoflook gaat bakken, en de uienpeper, laat je zout ook bakken. En nu is het mooi half fout bruin. Dan mag de vis nu erin. Zonder jus. En dan ga ik jullie vertellen waarom ik die jus niet heb gezet. Omdat, als je de jus gaat zetten, dan gaat het vetteren. Weet je? En dan gaat de jus maar alleen maar branden en de vis gaat niet goed bakken. Dus daarom haal ik de jus apart. En dan ga ik mijn vis even goed bakken. Haal ik door elkaar. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dan is hier nog een beetje te bakken. En daarna gaat de jus erin. En dan laat je het even sudderen. Dan haal je het weg. Maar wel niet op een gehoge vuur hoor. Een beetje op medium vuur. Zodat die vis lekker kan bakken. Zo maak ik mijn sardine. Lieve kijkers. Moeten jullie ook zo op manier proberen. Dan ga je zeggen, ja, het is inderdaad lekker. Kijk, wij hebben geleerd. Wij zetten uien, knoflook, peper. We bakken dat. En dan zetten we die hele sardine die blik openmaakt met jus alles erin. Maar wat er is, dat bakt die jus, die brandt die jus alleen. En die vis bakt niet. En zo gaat alles goed mengen in die vis. En pas later, dan ga je dingen zetten, die jus. Dan blijft die jus over, laat je hem een beetje sudderen. En dan is het heerlijk. Lekker. Ik ga salderij erin zetten, kijk. Sier. En het is lekker. Dan zet je de salderij erin. Het is geen soepgroente hoor, salderij is het. Dan gaat hij meebakken. Dan zo heb je een beetje groente. En het ziet er ook heerlijk uit. En smakelijk ook. Een beetje zout gebakken. En nu pas komt de jus. Kijk, hier is de jus. Dan ga ik dat nu zetten. Zie je, zo maak ik mijn sardine. En als je dit eet, verrukkelijk. Heel lekker. Dan laat je dit even sudderen. Dan ga je lekker warme rijst eten. Ik heb mijn rijst al gezet. Hij is aan de kook. En dan ga ik dit straks smullen, lieve kijkers van me, op mijn Suriname Food kanaal. Ga je zien hoe ik dat ga smullen. En lieve kijkers, niet vergeten om te liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende leuke video. Blijf ik aan jullie geven. Dit is Suriname Kitchen kanaal, dit kijken en... Op mijn Suriname Food kanaal. Straks ga ik dit smullen. En dan mogen jullie dat ook genieten. Lekker. Kijk, de jus is niet verbrand. Die is aan het mooi koken met de vis samen. Zie je? Dus dit bedoel ik. Ik zou zeggen, lieve kijkers van me. Uitproberen. En laat me weten of het gelukt is. Op dit manier. En daar word ik blij van. Eet smakelijk. Bye bye. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Ga afkomt met de video presentatie. Subscribe kunnen, like kunnen, comments dienen.
notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Phir milenge. Bye bye.